Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we terug met een nieuwe game. Want vandaag ga ik iets voorlopen op wat er eigenlijk aankomt. Want op 24 maart komt Resident Evil 4 de remake uit. En Resident Evil 4, je hoort het als goed, de remake. Want deze game is namelijk al eens uitgekomen in 2005. En Capcom dacht van Ryan en de rest van de wereld, we gaan jullie niet langer nog eens laten wachten, we gaan gewoon nog eens een remake gaan uitbrengen. Dus vandaag gaan we gewoon de demo ervan spelen, dus het is nog niet de volledige game. De volledige game komt pas uit op 24 maart. Het is een survival horror game, dus het wordt sowieso met heel veel jumpscares. En ik ben benieuwd hoe deze demo zal spelen. Ik denk dat deze demo ongeveer 30 minuten duurt, niet langer. En van zodra deze game uit is, gaan wij die zo snel mogelijk proberen te spelen. Van het begin tot het nu einde. Nu ga ik jullie niet langer in spanning houden, want wij gaan gewoon door naar de game. Alright, ik ben benieuwd. Oh, dit is echt één van mijn lievelings storyline games. Er zijn heel veel andere Resident Evil games delen, zeg maar. En dit is echt een van mijn lievelingsreeks, ik zweer het je. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Het is natuurlijk over de vorige. Too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training. Punishing missions nearly killed me, but at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time it can be different. It has to. Dit ziet er zo goed uit, ik zweer het je, vergeleken met 2005. Oh my god. Eén. Wow, dit ziet er zo goed uit. Het is natuurlijk een third-person game. En vroeger was het third-person, nu is het eigenlijk in de laatste deel overgeschakeld naar first-person. Maar dat is echt zo lang geleden. Holy damn. Ik ga hier echt sowieso met de donder schrikken. Ik weet niet heel veel meer van de game, daar moet ik eerlijk in zijn. Maar ik weet dat ik bij de tering zal schrikken. How far could he have gone? En ik hoor allemaal lawaai. Ik weet, zijn dat kraaien dat ik hoor of zijn dat eigenlijk beesten dat ik hoor? Ja, ik denk niet dat het kraaien zijn, moet je kijken. Die doet het niet meer. Nee, die doet het niet meer, jongens. Ik vind het eigenlijk niet leuk. Het waren toch kraaien. Oké, we moeten niet bang zijn, het zijn maar kraaien. Nou, is er iemand thuis? Hallo? Niemand? Ah, nee, niemand thuis. Nee. Ah, die deur ging dicht. Teringlaaiers. Ik ga echt... Ah, nee, ik heb hier geen zin in. Hallo? Nee? Niemand? Er ligt hier wel wat. Het is een soort mesje, denk ik. Kunnen we dat niet meenemen? Het is een kruisje, maar we kunnen het gebruiken om iemand neer te steken eigenlijk. En nu moeten we terugrennen. Meestal is dat geen goed teken. Ik vind het niet leuk. En deze is net op slot en we hebben geen sleutel. Dat is niet leuk. Misschien is deze open. Wat is dit? Oh, daar staat iemand. Volgens mij is hij blind. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí. Viviremos con ti, por cierto. Ik heb hier niet echt een goed gevoel over, eerlijk gezegd. We hebben ook allemaal rare dingen aan de muur, zeg ik.
En er is hier al een politieagent geweest. Die gast is gek. Nou, die doet het niet meer. Er zit hier nog iemand. Volgens mij wordt er iemand gemarteld. Het zou maar kunnen dat dat de politieguy is. We hebben wel de sleutel gekregen en ik weet niet wat dat hij aan het koken was, maar dat slaat echt nergens op. Godverdamme. Die gast is niet gezond hoor. Ligt hier nou? Oh, dat is die politie ding is. Misschien staat er wel iets op de achterkant. Niet. Nee, er staat niks op. Hoe heet hij zelfs? Kunnen we inzoomen? Marie Fernandez Castano Policia Actief. Volgens mij is dat Spaans. Oh. Ah, ik zie niks. We hebben wel de sleutel. Dus die deur kunnen we tenminste gaan open doen. Zo. Sleuteltje in het slot. En kan iemand er licht? Ja, bedankt. Net zeggen. Ik heb licht nodig hier hoor. We gaan de kelder in. Dit is echt gewoon een secte. Moet je kijken wat hier allemaal boven hangt. Er hangen hier ook allemaal touwen om mensen op te hangen. Gelukkig. Ik heb een pistool en dat is een beest die daar ligt. Echt godverdamme. Waar is die man die schreeuwde? Daar is die politieagent. Volgens mij doet hij het niet meer. Nee, hij doet het niet meer. Zijn keel is doorgesneden. Zo welke taakje doet het wel nog? Wat is je situatie? Ik weet ook niet wat er aan de hand is. Alleen, het enige wat ik weet, dat hij dood is. En we moeten hier zien te ontsnappen. We zijn hier in ons eentje. L2 om te richten, R2 om te schieten. En ik heb het gevoel... Wat was dat? Er komt iemand aan. Oh, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik niet leuk. Jongens. Er gaat er iedereen komen, hè? Ik hoor iemand. Daar is die. Wat? Die gast leeft. Wat? Wat? Dat meen je niet. Wat een gek. En hij gaat ook niet dood. Nou, die doet het niet meer. Daar komt er geen geluid meer uit, denk ik. Oh, of ja, dat hoop ik tenminste dat er geen geluid meer uitkomt. En Resident Evil weet je maar nooit. Ik hoor er nog hoor. Daar rent hij, daar rent hij, daar rent hij. Misschien kunnen we er langs sneaken. Je zit daar binnen. Je moet hier gewoon zien te ontsnappen. Ik laat je met rust. La la la. La 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 la. La la. La la la. Zo. Dat moet hij vast wel gehoord hebben. Ik ga heel sneaky. Potst hij de deur dicht. Maar wat hebben we hier? Bruce, this is Gondor 1. Hunnigan here, what's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escort. Uh-oh. Nee. Oei, joh, ik schrik me kapot.
Ik denk dat hij niet Sinterklaas komt vieren, die gasten. Gewoon er aan springen, oh my god, wat is dit? Wel, goede move. Nee, hij is niet zo aardig. Deze mensen zijn niet zo aardig hier, hoor. We kunnen beter maar moven. Oh my god. Hoor je nou iemand of niet? Ja, die dingen kunnen we kapot slaan. En meestal, ja, zit er ammo in. Nice. Kunnen we die meenemen, want het is eigenlijk een looter game. Dus je moet alles zien te vinden. Als je geen kogels meer hebt en je vindt niks, dan heb je sowieso een groot probleem. Dat kan ik jou meegeven. Zo, gunpowder, daar kunnen we kogeltjes mee maken. Opslaan kunnen we niet doen, aangezien het nog maar een demo is. Als we dood zijn, zijn we dood. Hallo? Zet ik mijn flashlight aan? Kan dat? Ik weet niet hoe ik mijn flashlight aanzet. Het zal vanzelf gaan. En ik hoor weer mensen, hè. En er liggen hier dode wolven. Het is van een berenklauw, dit. Het is gewoon een trap. En het stinkt verschrikkelijk. We moeten daar wel oppassen. Dat hier nog geen berentrappen liggen. Als er één ligt, zullen er vast wel meer liggen. We hebben wel genoeg kogeltjes aan gevonden. Dus als Razor motherfucker afkomt, dan is hij gelijk dood. Oh, daar is hij. Ik zag je niet. Meneer, wil je aardig zijn? Meneer. Oh nee, zijn er twee ook. Oké, die doet het niet meer. Wat? De knetter. Hij leeft nog. Wat? Het aimen is niet zo makkelijk. Oh my god. Ik ga verder. We moeten gewoon meteen gaan schieten. Ik denk altijd dat ze aardig zullen zijn, maar volgens mij is er hier gewoon niemand aardig. Ongelijk wie we tegenkomen. Door de kop schieten. En ik zei nog zo'n berenklauw. Als er één ligt, moeten er meer liggen. Hij heeft ons ook nog gewond gemaakt. Ons been doet pijn. Zet er één. Gek! Motherfucker! Ik wist dat hij er was. En alsnog schrok ik. Flashbang, oké, die kan wel handig zijn. Nog wat herbs. Daar kunnen we healing mee maken. Dat is wel een handige zet. Kunnen we het dan maken? Setting weapon shortcuts. Ja, dat kunnen we ook doen, dat weet ik. Kunnen we al iets craften van healing? Nee, daar hebben we nog een ander soort kruid voor nodig. Dus die moeten we nog eerst zien te vinden. Alsof voor de berenklauwen, ik zweer het je hoor. Nou, wat zit er achter de poort? En er viel hier iets. Er valt hier gewoon een hoofd naar beneden. Daar jongens. Doe je toch niet? En hier zijn heel veel mensen. Uh-oh. Even kijken wat ze aan het doen zijn daar. Er is een politieagent die daar hangt. Oh nee, ze steken hem in de fik. Ja. Die gaat het ook niet meer kunnen vertellen. Dat weet ik wel. Die gasten zijn gek. Hoe gaan we dit doen? We kunnen niet als een gek hier lopen schieten. Want dat gaat anders niet goed komen. Nou, waar moet hij? Ik pak wel mijn wapen bij hoor, want anders. Ik ken het alweer. Maar ik net te laat mijn wapen trekken. Dan ga ik weer dood. Zo, dit is zo'n plantje, daarmee kunnen we healing maken. Niemand die me ziet. Niemand die me ziet. Niemand thuis? Nee, niemand thuis, gelukkig. Hier hebben we dus een sleutel voor nodig, alleen die hebben we niet. Hier ligt nog wat geld. Oh,
niet zo hard, jongen. Je kan het ook gewoon open doen in plaats van kapot trappen. Ja, dit was het. Hier kunnen we niet meer verder dan. Oh, kut. Vele, vele oma. Ga weg. Er komt een oma aan. Ik zweer het je, doe niet die deur open. Of ik schiet je op. Ik denk dat ze aan het weglopen is. Shhh, wat hier? Oh mijn god. Hoe gaan we dit aanpakken? Daar staat er nog eentje, dus daar kunnen we niet langs. Niemand die ons ziet. Volgens mij zijn hier echt 10.000 gasten. Hier kunnen we niet langs, hè. We kunnen ook niks gooien of zo. Om hem weg te lokken. Dan moeten we terug. Helemaal naar begin. Ik hoop dat die oma mij gewoon niet ziet. Want die loopt heel de tijd die kant op. Hey, dan moeten we zo helemaal hier naartoe. Zo. En waar is die oma? Ze zit hier rechts. Jeetje. Daar komt die oma. Moeten we er nu langs? Ik hoop alleen dat niemand me ziet. Niemand die me ziet. Het loopt hier echt helemaal vol. Hier is wel nog een kistje, die kunnen we meenemen. 400 munten in. Ik weet niet wat we met die munten kunnen. Volgens mij in de demo gewoon niks. We moeten gewoon oppassen, want die oma loopt heel de tijd deze route. Ja, kijk, en daar is ze weer. Wat is dit dan? Nog wat geld. Is deze open? Nee, deze is dicht. Kut, die oma komt. Ah, jongens. Ik heb een probleem. Ik moet hier naar binnen. Ik moet hier heel snel naar binnen. Of om de tuin. Dat kan ook. Als het goed is, staat die oma nu hier recht voor me. En is ze nu aan het weglopen. Ze is daar omgedraaid zeker? Waar is ze? Is ze al weggerend? Ik weet niet waar ze... Oh, daar is ze, daar is ze. Wojo. Hier zie ik voorlopig niemand. Er staat hier wel een beest. Oh shit, echt die... Die gast trapt alles kapot, joh. Ik kan het ook gewoon rustig het deksel open doen, hè. Kunnen we hierop? Nee, hè. Hier is wel een put, maar daar kunnen we niet in. Hier staat nog een man. Kut. Hij heeft me gezien. Ik heb een probleem. Hij heeft me gezien. Kut. Dit meen je niet. Find them off. Ja, hey, find them off. Weet je hoeveel er zijn? Oh nee, ik moet rennen voor mijn leven. Nee, dit gaat zo hard fout, hè. Dit gaat zo hard fout. Snel, ik heb kogels nodig. Nee, niet dat geld. Ik heb kogels nodig. Hoe ga ik dit aanpakken? Waar moet ik zelfs heen? Is het slim? Jongens, ze hebben me gevonden. Auw. Jongens. Ik heb hier een probleem. Ja, ik heb hier echt een zwaar probleem.
moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Wat is dit? Hoeveel zijn er hier? Ik moet hier... Au, die doet pijn. Die doet pijn. Oh my god, hier loopt er nog heen. Op. Op je bakjes. Oh. Ik moet hier echt weg. Hoeveel komen er hier? Dat is niet normaal. Ik ben ook zo hard geraakt, hè. Nee, maar ik zie ze wel overal komen. Dit kan ik gewoon niet. Loopt hij nog achter me aan? Tuurlijk lopen ze achter me aan. Ik moet hier echt gaan verstoppen. Ik moet mezelf kunnen healen. Oh shit. Oh my god. Wat komt... Nee. Oké, ik heb nu echt een heel groot probleem. Kan ik iets craften? Ik moet echt mezelf kunnen healen. Wacht hoor. This will increase the drop rate of your handgun ammo. Nee, die heb ik niet. Ik heb iets nodig dat me kan healen. Jongens, ik moet echt iets hebben dat me kan healen. Wat moet ik pakken? Increase your health. Ja, die heb ik nodig. Alleen die kan niet maken. Ik weet niet wat dit is, maar het zal wel. Ik ga het maken. Use. Oké, dat was ook healing. Nice. Wat is dit? Moet hij hier weg? Moet hij hier weg? Ik hoop dat ik hier langs kan. Nee, dit loopt dood. Kut. Dat meen je niet. Dat kan je toch niet menen? Alles loopt dood hier. Jongens, ik heb hier een probleem. Ik moet hier weg. Holy damn. Ga weg. Alsjeblieft, niemand bij de deur. Niemand bij de deur. Bedankt. Kom eruit. Oh my... Er loopt er nog één. Weg. Kunnen we die gast met zijn kettingzaag niet pakken en dan gewoon iedereen weer kettingzagen? Ik ga naar binnen. Fuck jullie. Oh my god. Nou, die is opgesloten. Alleen, ik denk niet dat we hier heel lang kunnen blijven. Of ze zijn ons kwijt. Nee, maar die gast met zijn kettingzaag gaat gewoon die deur openbreken. Ik zweer het je. Ja, ik meen het toch. Oh nee, ze komen echt van alle kanten. Jongens, het is tijd om naar boven te rennen. Oh my god, daar hangt hier een shotgun. Geef dat ding aan mij. Geef dat ding en granaten. Geef alles maar aan mij. Ik zag beneden ook nog loot. En deze kunnen wij gebruiken. Zo, handgun ammo. Kunnen we zeker gebruiken. Oh, ze komen overal door de muren heen. Laat die eens neer. Kunnen we via buiten weg? Zo, die ladder is weg. Die gast moet neer met zijn ding. Hier komt de flash aan. Jongens, ik heb hier één groot probleem. Oh my god. Kan ik hier doorheen? Ik moet hier weg. Er is hier ook niks van shotgun ammo. Oké, hak hem neer, hak hem neer. Hoppa. Zo, dat was op zijn eigen man. Kut, reloaden. Wat gebeurt er? De klok gaat tikken. La campana. Wat? Ze gaan allemaal terug. Ze gaan terug. Naar de kerk. Wat is dit? En ze lopen nu ons gewoon voorbij. Ze vallen ons ook gewoon totaal niet aan.
Ser todopoderoso. Ik vind het best. Maar ze mochten ook gewoon 10 minuten geleden die klokken laten afspelen. Dan moest ik niet zo rennen en schieten voor mijn leven. Oh my god. Ik weet in ieder geval dat deze game zo ziek en zo creepy gaat worden. Where's everyone going? Ja, ik weet ook niet waar ze zijn. Inderdaad, bingo. Dat is Resident Evil 4. En ik denk dat dit ook de demo gewoon was. Om verder te kunnen spelen, zullen we toch de volledige game moeten kopen? Hebben jullie er zin in om deze game volledig te gaan zien? Laat het me weten door hier een middel van een comment achter te laten. Ik hoop zo snel mogelijk er ook aan te kunnen beginnen. Available vanaf 24 maart. Eerst zal ik wel Hogwarts afmaken. Maar daar ga ik mijn best voor aan doen om het af te maken. Daarna gaan we naar Resident Evil of Dead Island. We zullen zien, maar de game komt er sowieso aan. Heb je genoten? Zet een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Yo.